Hallo kijkers van Shine Sprites, op mijn nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Case Lock met Nanowing. Flickering. Nanowing heeft me in het pannetje gehakt de vorige aflevering en dat vind ik niet leuk, dus ik ben nu super verdrietig heen. Dat kan ik begrijpen. Ik ben Pokémon aan het trainen, maar ik durf gewoon niet zo goed tegen de gym leadering. Net moest ik tegen een Sengoose die mij ook in het pannetje had gehakt. En met net bedoelde ik de vorige aflevering. Nu moet ik tegen de blonde Conchita Wurst. Ja, voor Conchita Wurst. Oh, jij komt van de andere kant. Nee, ik was even healen. Oh. Nou, ik moet gewoon switching, want dit ding is gewoon sterking. We don't like sterking. Oh, daar heb ik net tegen gevochten, ja. Ja. Ja, ik kom van die andere kant. Hier, ik adem draken. Adem draak. De draak adem. Hoppee, weg met die allemaal. Oh, doet die dik. Wat een loser, boy. Die Sandal heeft sowieso een PlayStation 5. Nah, zeg. Tegen mij deed die geen dik. Je moet gewoon Pokémon fluisteraar worden. Geen dik. Milani. Oeh, dat ding nog best veel damage. Wordt lekker een Pokémon fluisteraring, net zoals ik. Yes. Experience? Dank je. Als je goed fluisteringt, dan luisteren ze wel naar je. Gelukkig heen. Kijk, ik dacht dat ik ook zo'n berry had voor happiness, maar dan... Ik moet er eentje voor min attack hebben. Maar volgens mij heb ik die niet. Even kijken. Voor defense. Ja, kom maar eentje. Hey, friendly berry! Wow. Oh, verkeerde knopping. Nee, ik wil niet tegen jou vechten. Alhoewel, je bent een normal type, dus misschien geef je wel yo, tits. Extra veel. Zo. Hij is wel blij. Tits. Office worker Klefki. Ja, dat, die had ik bevochten. Ik doe Machold. Ik zie dat het tijd is dat mijn Quagsire beter aanvallen leert. Yay. Nou ja, Machold is niet verkeerd. Oh, ja, ik moet nu op B rammen. Nu wordt het een Umbreon zeker. Niet als ik vaak genoeg op B ram. SMS Umbreon. Nee, 6464. Ja, maar jij wilt een Espeon. Ja. Kijk, Umbreon is goed als je een stalteam wilt. Maar niemand van zijn leven wil een stalteam. Nee, in een playthrough wil ik geen stalteam. Nee, je wilt nooit een stalteam. Oké, okay, ik wil nooit een stalteam. Wow. You can really stall. You can really stall in die ding. Kijk, dan komt die Rufflet. De vogel die heel lang duurt voordat hij evolved. Yup, omdat het een Gen 5 Pokémon is. Ja, dat is wel echt min. You mean it? Maat, je bent een office worker, doe even normaal. Zijn die nou echt dat? Yeah. Miniet, bruh. Is een volwassen kerel. Wat is dit nou weer? Dreadnought. Hey, die Pokémon die had je bijna gekregen, maar toch niet. Ja. Ja, die ging heel snel dood. Die was zo van Poison Bar, pats, boem, weg. En volgens mij was het nog echt heel erg, want je deed... Poison Barb, ik overleefde het volgens mij nog net. En toen deed ik één aanval, dat deed helemaal niks. En toen raakte ik ook nog gepoisoned.
Toen gebeurde eindelijk gerechtigheid. Wat? Noem je dat gerechtigheid? Galera. Oké, als dat nu bijvoorbeeld zou gebeuren, ja, dan zou ik wel met je eens zijn. Voor een keertje. Moet niet zijn, zo zijn dat ik alleen maar alles ga winnen. Dat is geen fuck aan dan. Am I right? Kom op. Dan wordt het een beetje een Jordi-serie. En de daring. Yeah. In een Jordi-serie, daar wint Jordi alleen maar. Omdat hij een valspelering is. Want hij doet stallen en stallen valt onder valspelering. Behalve als ik het doe. Noteer dat even, Jordi. Super. Ik wil nog even wat trainerings doen. Oeh, dit is wel een twijfelgeval, want het is nu wel overdag. Ik denk als ik nog één level omhoog ga, dat ik dan een espion heb. Kijk, trainering. Oh, dit is die met die... Met Zengoes. Ja, oh shit. Oh nee. Oh nee. Oricorio ben ik nog niet tegengekomen, nee. Nou, dan heb ik nog mazzel. Oh, dat deed echt helemaal niks. Maar hij is wel geparalyzed daardoor. Betonpes? Je hebt niet eens wat gedaan. Nou ja, ik ga niet klagen. Oh? Oh. We gaan nu al tegenaan doen, zwechten, jongens. Nou, dan heb ik een goeie voor je. Ik ga ook swappen. Wat een kuttrainer is dit, zeg. Die met die Standler. Ja, ja die was niet zo best. Oh. Oh, dit is ook niet echt best. Want it KO? Vraagteken? Yes, please. Oh, no please? Ja. Zegt hij nog, yes please. Nee, ik dacht andersom heen. Hij moet doding. Wat een kut Standler. Niet andersom heen. Zo, dag hoor Corio. U-turn. Wat leert de Cyclosaur? Ja, doe dan wel quick attack weg. Daar ga ik spijt van krijgen. Rosario de student. Dit is geen student, maat. Eevee is evolving into Espioning. Espioning. SMS Espion. Nice. Nee. Wat een tyfus Pokémon is dat. Die Stantlering. Zeg dat welling. Kijk, volgens mij... Oh, Espion moet nog één level en dan kan hij volgens mij ook Psybeam leren. Ja. Doe takedown alsjeblieft. Okay. Oh, thanks. Misty, wat een onzin, maat. Ik woke up. Same. Nou, kill die kuthert. Dank je. Weg met die klote hert. Schiet dat hert af. Echt hoor. Het enige recht wat die hert heeft is dat hij aan de open haard hangt. Echt hoor. Ja. Ja, volkomen gelijk heb je.
Kijk, zit er nog hier iets? Nou, ik zou eventueel een Denona kunnen doen. Ik kan hier niet Denona? Opspringen. Ja, een Denootje Power gaan we even nemen. Yay, Palmy is evolving! Lekkering! Nu is het een Palmy waar op twee poten! Jee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 e
je evolueert in een klein kind dat op twee poten kan lopen. Booming. Ja. Kabooming. Rotom. Rotom flikker lekker op. Healing. Hey, pommerberry, daar hou ik van. I love pommerberries. En nog een hondeel, nice. Oké, 500 uur dialoog, let's go. Ik weet nog niet of ik de gym ga doen hoor. Alsjeblieft niet, want ik ben nog niet zo ver, dus dan weet je dat. Nee, doe maar rustig, doe maar rustig. Maar ik doe wel alvast een Mona, want de Mona die geeft toch wel experience. Oeh, Mona. Wellicht dat ik ook de challenge alvast doe, maar de gymleader zelf doe ik nog niet. Ik zit te denken, welke Pokémon heeft Mona allemaal? Rockruff. Oeh, Rockruff. Starter, en dan nog iets. Moet ik even kijken wat dat is. Ik schakel naar Paddy's stream. Eurotruck. Palmy. Palmy. Fuck it. Ik ga een Mona Rider ook doen. Lankery. En anders kan je even afkijken bij mij wat ze heeft. Want we hebben allebei voor de vuurstarter gekozen, ja. Toch? Oké. Okay. Ik weet niet meer of haar starter sterk was tegen ons. Als goed is wel. Oké. Okay. Ah, gadverdun, heeft ze de water typing. Ja. Het zal de evaluatie van Quaxley wel zijn dan. Wat? Jij deed zoveel damage. Ik one-shot. Blooming. Die dolphin is gewoon een truck. Ik ben alvast aan mijn speed aan het opbouwen tegen haar water starter. Dan doe ik even Thunderfang of Trailblaze en dan is het klaar. Pwami. Dus is die nog niet geëvalueerd? Geen idee. Het ding is level 21 van echt, haar. Echt, die domfan van jou moet echt dood. Je moet wel uitkijken met je level. Oh ja, dat is waar. Ik heb dat bij elke Pokémon, zo te zien. Ah ja, wat dat betreft ben jij veel verder qua levels ook dan ik. Nee, ze heeft bij mij de grasstarter. Oh. Dus hij kiest wel de starter die zwak is tegen jou. Dat is kut. Mm-hmm. Wat ook kut is dat Quagsire nog steeds geen goede watermove heeft. Volgens mij leert dat ook pas echt later een goede watermove. Al is het maar gewoon iets van Bubble Beam of zo. Ik ga even voor je koekeloeren. Quagsire. Oh, Aquatail. Ah, precies. Ik wilde net zeggen level 28. Is wel 90% accurate. Ja, maar wel 90 damage. Dat is waar. En de volgende is Muddy Water op level 34. Okay. Maar goed, dat is na deze gym pas. Kijk, heeft hij nog wat meer? Nee, niet echt.
Maar het is wel Bob. Bob, ja. Ik moet hem eigenlijk nog even hernoemen naar Bob. Charge. Doe eens even normaal. Weet je, het probleem is... Quagsire is best goed, denk ik, straks tegen de gym. Alleen, ik kan hem niet terrestrialize, want dan wordt hij alleen water. Ja, dan heb je er niet zoveel aan. Sterker nog, word ik heel erg in het nadeel. Ja. Dan kan je beter iets anders terrestrialize. Misschien je... Ik weet niet, Skiploom, wordt dat een grass type? Nee, flying type. Ah, oh, daar heb je ook niet zoveel aan dan? Niet te restalizen, denk ik. Nee, exact. En dan misschien... Alley. Ja, wat anders, wat wel sterk is. Tegen. Terra Orb, maar maat! Dat hadden we niet afgesproken. Nou, why an eating, maar Nemona heeft duidelijk andere plannen. Nemona. Als je me flinched, hè? Moet ik wel zeggen. Was dat een niet-hik? Dat was een niet-hik. Nee, jij bent geen Paddy. Jij geeft gewoon toe dat het wel een hik is. Ja. Op Discord staat er nog steeds dat die Holland uit speelt. Ja, dat Discord die past het dan ook niet meer aan, zeg maar, halverwege je stream. Ah, vandaar. Oh, ik ben geflinched. Wat een type onzin. Struk op. Oh, is hij me weer flinched, hè? Oh, ik moet zo. Hier. Voel mijn woede, vuile kat. Op het ding. Zekering op het ding. Oeh, XP candy. Zekering. Het is wel een XS, maar... Net geen level 22. Wie maat. Oh. Naar de Mona ging je nog andere dingen doen, ja, toch? Ik moet trainen, want mijn Pokémon is veel te zwak. Oké. Ik ga nog even proberen Rockruff te trainen. Gaat Winona ook de hele tijd tegen jou hoeren of valt dat mee? Nee, valt wel mee. In ieder geval, ik vond het meevallen. That was a great battle! Thank you, Ellen! Lickering! I hope you get even stronger! Wow! Farada Shop! Even Charmeleon ook in de box, Steven. Charmeleon! Oh, zijn er ergens trainer boys die met mij willen vechten? Zijn er ook trainer boys die willen zorgen dat ik gewoon kan spelen? Dankjewel. Dat zou heel fijn zijn. Ik denk dat ik alle trainers in dit stuk al heb gedaan. Oh, fuck. Nu kan ik er niet meer uit. Lekkering. Softlocking. Softlock. Ah shit, we moeten opnieuw beginnen met het hele project, Mila. Nee. Oh, I almost had it. Ah nee, Meryl. Wow. Leave Britney alone. 10 Honduberries. Hopting. Zeker op het ding! Het is Jover voor de Azure Hill. Oh, Meryl, good. Here we come. Oh. Oh. Ja, op het ding. We gaan niet meer wachten. Deze trainer boy, nou verslaan. Yes.
Waarom nou weer een ijs-Pokémon, maat? Laat me fucking met rust. Een Cupchu? Oh, die doe ik nu ook. Oh, dan. Ik had eerder moeten kijken bij jou. Dan had ik nu gewoon Rockruff gebruikt. Oh, wacht het even. Water move. Ik heb niks gezegd. En het gaat nog bij mij regenen ook. Dus ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Lina de student. Miss Nemona. Van Nemona toetjes. Echt hoor. Azurill is die volving. Lekkering. Zeker lekkering. Marilling. Wow. Lekker Marilling. Yes. Oké, ik ga wel vast die gym trial doen, denk ik. Wat? Ja, ik doe nog zoveel training. Ja, weet ik niet, maar dan heb ik dat is ook trainerings. En daarna, als jij dan nog bezig bent, dan ga ik gewoon wat Terra Raids doen. Dan krijg ik XP Candy. Dan kan ik nog kiezen welke mon ik wil trainen. Mm. Bacon begint echt wel een stuk sterker te worden, daar ben ik wel blij mee. Oh, dit is niet slim. Ik bedacht mezelf. Ze kunnen je volgens mij niet one hit killen. Nee. Ze kunnen je überhaupt niet killen. Dat is wel fijn, hè? Jawel, toch? Nee. Battle kan misschien... je niet gekild worden. Ah, misschien is dat alleen met Team Star gebeuren. Ja, ja met Team Star kan dat wel. Maar auto. Maar dat tellen we niet mee. Nee. Even kijken. Oh, op je level limiet, op onze level limiet voor Bayment. Dan evolueert je Bagon. Ja, ik weet het. Shelgold, let's go. Maat, echt gewoon, waarom elke keer niet in 1-hit KO? Waarom was het zo moeilijk? Vermoeid. Ah, maar de Vroom die deed helemaal niks, gelukkig. Dus. Easy winning. Zei dialoog. Dat is dialogisch. Ik denk dat Io... Sorry? Dat is dialogisch. Ja, zeker. Ik denk wel dat Iono mijn favoriete gymleader ja, is. Omdat van hij, omdat hij het meeste karakter heeft. Zij heeft zeker de meeste karakter. Ja, maar er zijn ook mensen die... hoe heet die gast ook weer? Die van die normal gym. Ja, dat vind ik echt een loser. Larry. Er zijn heel veel mensen die vinden Larry echt een geweldige gymleader. En dat is hun favoriete. Daar is Mr. Clavel. Clavel. Yay, we did it. Yes, we did it. Dat lukte. Het lukte. Over de bergen en door het moeras. Ja, het lukte. Ja, het lukte. Het lukte. Yay. Het lukte. Yay. Ik ga gelijk voor je kijken en spotten of een van die trainers een Magnemite heeft. Magnemite. Magnetron. Kaboom! Daar ging Luxio in. Ja, Vinkering. Ze zijn best wel makkelijk op zich. Win or lose, Iono squad forever. Wat? Ja, dat zei die character. Mm. Oh, ik heb een bericht. Alle dealings die in de buurt komen, die gaan gaan. Mm-hmm. Oh, ik koos de verkeerde ding. Oeps.
blijven die mooi vinden. Jij hebt dingen openstaan, toch, Serbi? Ja, zeker. Kan je kijken welk level Meryl heeft geleerd? 20, toch? Nee. Oh? Of wel, maar dan heeft hij weer te niet met de auto battle. Ik denk dat dat het is, maar... Kijk, level 18 zelfs. Oh. Dan moet ik denk ik even een rare candytje eraan... Even die erin pompen. Aanbesteden. Oh. Dynamo. Als ik die had... De Rare Candy. Ja, alleen XS. Dan moet ik even gewoon battletje doen zo. Hier, die merk nou maar, die kan dood. Ja. Die kan wel doodgaan, ik. Echt. Oh, hij heeft Sturdy. Ik dacht, Charmeleon kan niks one-hit KO'en, dacht ik. Niks. Het was een van tweetje. Ja, het was een van tweetje, gelukkig. Oh nee, I lost. Play rough. I love me some play rough. Dat snap ik wel. Oké, de laatste. Kijk, heeft dit veroorzaakt. Azumarillin. Mijn boy is hier. Mijn trusty Azumarillin. De trusty Azumarillin. En die gaat hem gewoon winnen. Ik dacht, die gaat gewoon aan. Ik dacht dat je dat ging zeggen. Die gaat er gewoon aan. Nou. Ik weet niet eens wat ik tegen dat ding zou moeten gebruiken. Maar goed, het is nog niet eens bekend of je die gaat inzetten. Nee, precies. Dus, kijk hoor, want hoeveel Experiano's heb jij nog nodig? 1000. 1300, oké. Nou ja, deze kan ik wel even doen. Je bent ook nog aan het training. Yeah. Training is B. Ja, yeah, training is B. Wil ik nog niet echt opschieten met trainen, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Mm-hmm. Nee, maar dat kan, hè. Is gewoon een grote stap om van level 20 ineens naar eind level 30 te gaan. Of midden level 20. Yay. Nu heb ik in ieder geval al dat stomme dialoog gehad. Oké, bulldoze. Yay, what it. Let's go. En we mogen hem niet vangen, helaas. Don't catch. Kijk, hoppa. Allemaal candy. Milaning? Ja, holy shit. Als je, als je eentje wil training, dan moet je gewoon een dingensraid doen. Een terrorraid. Dan heb je gelijk al die candy die je maar wil. Moet je alleen even een typing vinden waarvan je denkt, oh, die is easy om te verslaan. Hoppatee. Ik kreeg zoveel XP dat ik dat het niet verstandig is om de Rare Candy te gebruiken. Oh, jee. Shoot another. Ja. Kijk, Rock Tomb. Ja, doen we Rock Flow wel weg.
moet Quagsire van boksen, die is level 29. Die gaat straks per ongeluk evolueren. Of sorry, plonken level 30 worden. Ik ben benieuwd in wat voor vorm Quagsire zou evolueren. Klotsire. Dat zou wel vet zijn. Klotsire. En die hebben we al in. Mm-hmm. Moet een nieuwe vorming zijn, denk ik. Plotquack. Plotquack. Wat? Quagmire. Maat, ik wil hier niet eens zijn. Doe me een lol. Flikker een end op. Oh, fuck. Vergeet ik dat, dat je door auto battle niet kan evolven. Oeps. Kun je toch maar Rare Candy erin pompen. Dan heb ik gelijk like in rocking. De day version. Yes. Midnight is ook wel een goeie, maar... Ik denk full offensive, want anders krijgen we zo'n stall teaming. En dat mag eigenlijk niemand, behalve ik, als het nodig is. Ja. Ja, zeker. Volgens mij leert het ding niet gelijk Excel Rock. Kijken. Ja, waarschijnlijk wel als hij op het juiste level had geëvalueerd, zeg maar. Dus dan moet je hem, ja. Ah, ja, kijk. Ik kan hem hier pakken. Kijk hoor, want... Rock Tomb is wel sterker, alleen dit is step. Ja, op zich lijkt een rock is al snel genoeg. En ik heb Sucker Punch. Oké. Dan begin ik gewoon met gym met like a rock. Oké, maar ja, ik ben klaar voor de gym leader. Ik ben nog niet. Jij bent nog even bezig? Ja, kijk naar mijn level zometeen. Oké. Okay. 21, 26. Ja, ik ben wel echt vies hoger, dat wel. Oh, ik dacht dat hij vastliep. Oh no. Zou ik dan even wat anders gaan doen? Oeh ja, we zitten ook al 32 minuten. Dat is wel lang voor een aflevering. Het is de Trainer Arc aflevering. Ik denk dat ik iedereen ga bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, dan zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.